Goedemorgen, kijk naar het weerbericht van Weerplaatsen voor zondag 14 januari. Het valt nog erg tegen met de opklaringen, alleen in het zuiden van het land zijn opklaringen. Die opklaringen winnen wel heel langzaam terrein en trekken naar het noorden. Vanochtend dus in het zuiden al flink wat zon. In het midden en noorden is veel bewolking aanwezig. De temperatuur die ligt zo tussen de 0 en de 3 graden. Er staat een matige wind uit oostelijke richtingen. Vanmiddag waarschijnlijk ook in het midden wat zon. In het noorden blijft het spannend of de zon er echt wel bij gaat komen. De temperatuur loopt op naar zo'n 2 graden in het noorden, tot 6 graden in het zuiden. Vanavond zijn er dan wel weer wat meer opklaringen en kan het kwik dalen tot rond het vriespunt. In de loop van de nacht gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En morgen wordt het dan een regenachtige dag, vooral in de middag en de avond. Ook gaat er een vrij krachtige tot harde zuidenwind staan. En langs de kust kunnen er flinke windstoten voorkomen. Zoals gezegd in de middag en avond regen, de regen die trekt dan in de nacht weg en dan volgen er buien. en dat geldt ook voor de dinsdag en woensdag, soms met een winters karakter. En donderdag wordt een dag om in de gaten te houden, mogelijk komt het dan tot storm met zeer zware windstoten. Mijn naam is Raymond Klaassen, ik wens u een fijne zondag.